Elk jaar op 8 maart wordt in Nederland Internationale Vrouwendag gevierd. Deze dag staat in het teken van de strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Ook is er elk jaar een thema verbonden aan deze dag. Dit jaar was het thema heldinnen. In de Cynics in Nieuwendijk waren 8 maart van die heldinnen aanwezig en werd voor de 11e maal de Toontje Sprenger pluim uitgereikt. Degene die de pluim krijgt dit jaar, hè, ook een heldin, en dat is Riet de Graaf Groeneveld. Helaas was de winnares verhinderd, maar daarom niet minder gewaardeerd. Ik denk dat Riet de Graaf een bestuurder is met gezond boerenverstand. Hè, dat heb ik al verteld. En ja, Riet is denk ik heel actief voor met name de agrarische sector. En ja, ze is misschien wat minder zichtbaar als vrouwen die in de gemeenteraad zitten. Maar ja, ik denk dat iemand vanuit een andere bestuurslaag en een andere overheid ook gewoon goed is om die een keer in het zonnetje te zetten. De 11e Toontje Sprengerpluim. Was de vijver niet een beetje aan het leegraken? Nou, toch zie je dat er toch iedere keer weer nieuwe vrouwen komen. Hè? Want in de gemeenteraad van Altena zitten nu ook weer andere vrouwen als dat er voorheen zaten. Maar goed, die waren eigenlijk nog maar net begonnen. Dus dat vond ik een beetje lastig om daar dan een keuze uit te maken. Dus vandaar dat ik inderdaad echt verder gekeken heb als alleen die gemeenteraad. De Toontje Sprengerpluim wordt jaarlijks toegekend om vrouwen te stimuleren politiek en of bestuurlijk actief te worden. Op deze avond gingen vrouwen met elkaar in debat. De jongste deelnemster legt uit waarom dat ze meedoet. Ik vind het heel erg belangrijk dat toch de vrouwen, het recht van de vrouwen echt gevierd wordt. Nu merk je het niet zoveel meer, je praat er niet zoveel meer over. Maar toch, er zijn echt vrouwen die voor ons hebben gevochten. En ook dat ik hier vanavond kan staan, lid van de jongerenraad, CDA. En dat ik mijn mening kan geven en dat ik niet per se een huisvrouw word. En dat ik niet naar de huishoudschool moet. En daar ben ik echt heel erg blij mee. En daarom ben ik zo blij dat we dit kunnen vieren. Als ik zie wat er in Altena is aan kwaliteit van vrouwen, dan word ik daar helemaal enthousiast van. Wat ik ook zie, wat we doen met de jongeren, ontzettend respect voor Chiara Rentrop, die net op een hele duidelijke manier aan kon geven wat haar bijdrage nou is en hoe zij daar tegenover staat, dan denk ik vanuit komt hier nog wel goed met Altena. Ook bij de nieuwe gemeente Altena wordt een hoge functie binnen de ambtelijke organisatie vervuld door een vrouw, Annette van der Werf. Ik ben de eerste gemeentesecretaris van Altena en dat is toevallig een vrouwelijke, zou je kunnen zeggen. Nou, ik vind het ontzettend mooi om aan zo'n nieuwe organisatie te mogen bouwen. In de loop van de jaren heb ik van alles geleerd, van alles gezien. En het is heel mooi om dat ook kwijt te kunnen in zo'n nieuwe organisatie. En met elkaar te bouwen aan die nieuwe gemeente, aan die nieuwe organisatie. Een echte mannenwereld is de maritieme sector. Karin Struik weet van het reilen en zeilen. Op zich gaat dat vanzelf. Ik werk er al ongeveer 30 jaar in. En ja, je groeit erin. En door kennis en ervaring en hoe je jezelf gedraagt, is het niet zo moeilijk om je staande te houden. Je ziet in de familiebedrijven in het maritieme cluster dat de opvolging niet altijd een zoon is. Maar je ziet ook vrouwen in de bedrijven komen. Dus de dochters volgen ook op in de bedrijfsleiding. En dat is gewoon, dat is gewoon hartstikke goed. En je ziet in allerlei functies zie je vrouwen verschijnen. Alleen ja, het merendeel is nog wel steeds man, dat klopt. En als je vraagt wat kunnen de bedrijven daaraan doen, ik denk dat het meer bij de vrouwen ligt. Dat de vrouwen zelf hun kansen moeten pakken.